Arend, ADO heeft Ajax het heel lastig gemaakt, maar het was net niet genoeg om een punt te pakken of om te winnen. Nee, dat klopt. Ik wil wel Ajax eerst feliciteren met het kampioenschap. Ik denk terecht de winnaar van dit seizoen. Maar ja, wat we al zeiden, we wilden ons huis duur verkopen. En dat hebben we denk ik heel goed gedaan. En, maar ja, je ziet toch weer de kwaliteit van een tegenpartij die je dan een kans krijgt en dan toch weer in de laatste minuut inschiet. Dus ja, het is zoals het is. Hoe goed konden jullie het volhouden? Want er gingen ook een paar meiden met pijntjes naar de grond. Ja, pijntjes. Vicky ging door de enkel. Dus die is voorlopig uitgeschakeld. Dat is denk ik einde seizoen. Jennifer krijgt keihard een bal in de gezicht. Die was duizelig. Dus ja, je moet twee keer daardoor noodgedwongen wisselen. En Marten zat er ook redelijk doorheen. Want de strijdwijze die we hebben gekozen, vol 1-op-1. Vol druk erop. Ja, dat kost heel veel kracht. Maar daardoor hebben we het Ajax wel denk ik heel erg moeilijk gemaakt. Ook denk ik fases dat we prima hebben gespeeld. Het is net niet genoeg en dat is zonde voor die meiden. Een goed resultaat, een gelijkspel, denk ik, was terecht geweest. Je hebt wel eens gezegd, die Haagse bluff, de mentaliteit, die heb je heel vaak wel gezien, soms ook gemist. Dit was een wedstrijd waarin je het misschien wel 90 minuten lang hebt gezien, toch? Ja, ik heb het hier volledig gezien. Ik heb ook de meiden een dik compliment gegeven, want ik vond het gewoon een prima wedstrijd van ons. Tegen een hele ervaren, hele goede ploeg. Dat Ajax is. En dat hebben we gewoon voortreffelijk gedaan. Toch verloren natuurlijk, hoe kan dat? Ja, als je zelf de kleine kansen die je krijgt, vooral na rust, net niet maakt. En dan zie je, Ajax krijgt ook twee kansjes hoor, of twee kansen. En die laatste gaat er dan in dat je net niet goed staat. Ja, dat is gewoon kwaliteit. Ze brengen een Amerikaanse speelster in, Watervlucht, die had er ook nog een kunnen maken. Jullie hebben ook een hele snelle speelster natuurlijk, hè? Lindsay Keizerweert. Waarom kwam die er pas zo laat in? Ja, daar maken we keuzes in. Hoe iemand traint en et cetera. En we hebben gewoon een goede selectie en iedereen kan spelen. Dus dan maak je keuzes in als trainer. En dat hebben we deze keer gedaan. En dat Payne invalt, ja, prima. Maar ik heb met mijn eigen ploeg te maken. En iedereen verdient het eigenlijk om te spelen. Ik kan er helaas maar 11 opstellen. Maar iedereen verdient gewoon een dikke compliment. Zou het misschien die wedstrijd open kunnen breken, Lindsay Keizerweert? Nou, weet ik niet. Nogmaals, het is een teamgebeuren. Sharona deed het goed. Nens moet op de tenen lopen in deze wedstrijd. Vicky valt helaas geblesseerd. Dat is toch een speelster die uit het niets dan af en toe een opening kan maken. Aan de andere kant hebben we het denk ik gewoon heel goed gedaan als team. Nog één wedstrijd, maar jullie kunnen niet meer om de prijs spelen natuurlijk. Je seizoen zit er eigenlijk al op. Het was je eerste seizoen. Wat voor seizoen heb je gehad? We hebben een prima seizoen gehad. Ik denk, we hebben de play-offs gehaald, wat we wilden. Helaas niet de halve finale gehaald van de beker, wat we als doelstelling in het begin van het seizoen hadden gezegd. Ja, in de play-offs, helaas hebben we daar niet lang in mee kunnen doen aan de bovenkant. Ja, dat is ook wat we aan de ene kant ook wel verwacht hadden. Want ja, je speelt gewoon dan 6 wedstrijden op topniveau. Ja, en dat is dan voor onze ploeg dan nog eventjes te ver. Ja, en volgend jaar hopen we gewoon weer de play-offs te bereiken. En dat we daar dan gewoon weer volop mee kunnen doen. Nog één wedstrijd, ben je blij dat het er nu op zit? Blij is een groot woord. Ik vind dat we het gewoon goed hebben gedaan. En we hadden nog wel langer door kunnen trainen, maar ik denk voor een aantal meiden dat het ook wel goed is dat het einde van het seizoen is.